Een werkgever mag een vaccinatie niet verplichten. Dat is in strijd met de grondwet. Maar in het geval van COVID-19 is er wel een groot maatschappelijk belang, namelijk de volksgezondheid. Daarnaast zijn de rechten en vrijheden van de andere mensen ook belangrijk. De verwachting is dat de rechter een belangenafweging zal maken tussen het belang dat de werkgever heeft bij vaccinatie en het belang van de werknemer om zijn baan te houden. De rechter zal dan niet snel aannemen dat het belang van de werkgever bij vaccinatie zwaarwegend genoeg is. Er zijn namelijk nog andere opties, zoals het toepassen van de coronamaatregelen. Als die onvoldoende soelaas bieden, moet de werkgever eerst onderzoeken of hij de niet-gevaccineerde werknemer binnen zijn organisatie kan herplaatsen. Pas als dat allemaal niet mogelijk is, kan ontslag overwogen worden. Meer informatie over corona en werk vindt u op Rendement Online.